Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Wolfenstein The New Order. Of zoals ik het noem, je favorietsk Nazi schietsk. De vorige aflevering zei ik, van hé jongens, ik ga even alle nazi's doodschieten en dan kom ik terug. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb alle nazi's doodgeschoten en nu ben ik terug. Ik moet zeggen, dit nazi-kamp is nu wel heel saai. Een nazi-kamp zonder nazi's is een beetje alsof je gaat schoolzwemmen, maar dan gewoon bij een zwembad in de buurt en helemaal niet op je school. Alsof je gaat kontvingeren, maar dan helemaal niet in je kont. Huh? Dat slaat helemaal nergens meer op, joh. Verder zou ik jullie heel lief willen vragen een duimpje omhoog te doen. Ik spaar ze. Oh, wauw. Ik begin echt aan mijn vader te lijken. Mijn vader zei altijd, als ik vroeg, pap, wat wil je voor je verjaardag, zei hij, briefjes van 100, ik spaar ze. Dat is, ik moet toegeven, als je dan toch iets moet sparen, is briefjes van 100 sparen best wel een marketing, economie gewijs, best een goed plan. Deze man dacht gewoon, ja, Rick van Serpent Gameplay komt, ik doe gewoon alsof ik dood ben. Dat doe ik ook vaak, als ik mezelf zie. Gewoon doen alsof ik dood ben, maar het werkt vaker niet zo goed. Hé, hey, doe eens niet. Deze aflevering gaan wat nazi's doodschieten, onder het genot van wat leuke verhalen van mij. Dat is toch een beetje zo'n dingetje, weet je wel. Ik maak de video's, jullie kijken ze. En jullie gaan er toch soort van vanuit dat ik leuke verhalen meeneem. Als ik gewoon een hele video praat over piemels. Oh, wacht, dat doe ik best vaak. Laat maar. In ieder geval, ik heb weer een leuk verhaal mee. Tenminste, leuk weet ik niet. Ik heb weer een verhaal mee. Het is gewoon een heel simpel verhaal in de trant van ik zag iets en dat is raar. Op YouTube is namelijk een serie. Ik denk dat het gewoon een televisieprogramma is. Dat ze stukjes op YouTube uploaden. Dat heet World's Strictest Parents. Als in 's werelds strengste ouders. En dat programma gaat eigenlijk grotendeels over een stel kut tieners. Die gewoon heel erg kut zijn. En die ouders die daar proberen mee om te gaan. In principe zijn die ouders helemaal niet zo streng. Maar die kinderen zijn gewoon heel kut. Het zijn allemaal van die kinderen van 14 die in Amerika, waar wiet illegaal is, gewoon de hele dag aan het blowen zijn en niet naar school gaan. En dan vinden ze het raar dat hun ouders boos worden. Die ouders draaien er wel een beetje in door. Die zijn op een gegeven moment de hele dag hun tas aan het onderzoeken. Maar die kinderen zijn ook echt gewoon heel kut. Die lopen echt 1 seconde weg van ja, ik ga even lopen. En dan zijn ze gewoon meteen weer aan het blowen, roken, whatever. Maar die kinderen zijn ook slim. Tenminste, of die ouders zijn heel dom. Op een gegeven moment was er dan één vader. Dan moesten ze bijvoorbeeld hun tassen leegmaken, want misschien rookten ze wel. Dan aan de ene kant ook zien van ja, bepaal het lekker zelf, weet je. Als ouder kun je daar wel heel, maak je tas open, laat het zien. Dat kun je allemaal gaan doen, maar er zat een man vast in een deur. Weet je wel, hè? Je kan, soms kun je zo goed je best doen, precies dit. Maar als er een man vast zit in een deur, kun je daar niks aan doen. Dat is bijvoorbeeld één jongen, die werd dan helemaal, die had, zijn vader dacht dat hij sigaretten op zak had. Maar die jongen zei van niet. En die vader had best wel een hele uitgebreide zoekmethode verzonnen. Hij zei tegen die jongen, oké dan, jij gaat met volledige kleren aan in de zee lopen. Een heel goed plan. Maak je zakken maar leeg, haal ze maar uit. Hij dacht, als hij nou ergens een geheime zak heeft met sigaretten, worden de sigaretten nat en dan smaken ze naar zeezout. Daar heeft niemand zin in. En die jongen had dus geniaal, ook misschien ook weer gewoon heel dom van die vader, had een soort zakje om zijn nek en daar had hij sigaretten in. En wat hij gewoon deed toen die vader hem fouilleerde, was gewoon dat zakje sigaretten omdraaien naar zijn rug. En een moraal van het verhaal is gewoon, niet met je sigaretten in de zee, dan worden ze nat. Moraal van het verhaal, ga niet op school zwemmen, is kut. Ik heb geen idee waar ik precies heen moet, maar dit is een luik. En dit luik is puik. Ik vind puik een heel cool woord. Het lijkt op peuk, en dat lijkt weer op reuk. En dat lijkt weer op, weet ik veel. Ik ben geen woordsmid, ik ben Rick. De woordsmid. Best wel veel nazi's ook in deze bunker. Misschien omdat het een nazi-bunker is. Dat zou kunnen. Of deze nazi's zijn gewoon scheidirritant, joh. Laat me gewoon lekker met rust. Ik wil gewoon YouTube-video's maken. Zo, dode mannen hier, dode mannen daar, dode mannen overal, la 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 la. In ieder geval, ja, World's Strictest Parents. De moraal van het verhaal is vooral gewoon, doe gewoon een klein beetje normaal. Toon gewoon een klein beetje respect voor je ouders. Ik heb ook wel zoiets van, ja, als je gewoon complete scheid wil hebben aan je ouders, ga dan lekker op jezelf wonen. Zo heb ik het ook met mijn moeder. Dat was ik. Je doet toch een beetje normaal, je woont toch in mijn huis. Moet je ook een beetje mijn regels respecteren. En als je dat niet wil doen, sure, weet je, je bent 20, ik kan je niet gaan verbieden bepaalde dingen te doen. Maar dan ga je maar lekker op jezelf wonen. Daar heb ik geen zin in. Dus, moraal van het verhaal. Ik doe normaal en luister naar mijn moeder. Cool, hè? Dat is gewoon de relatie tussen mij en mijn moeder. Behalve dat ik een sexy motherfucker ben. En mijn moeder ook. Dat is ook nog een deel van onze moeder-zoon-kindje-awesome relatie. Zijn er nog nazi's in de... Oké. Er zijn nog nazi's in de zaal. Ja, ik heb een kleine steekproef gedaan. Ik liep de zaal binnen.
kreeg kogels in mijn gezicht. En dat is toch vaak bewijs dat er nazi's in de zaal zijn. Zoals daar en daar. Het zijn er best wel veel ook. Best een grote zaal ook. Een beetje jammer aan de game is dat je soms niet weet wat de game wil. Nou zie ik daar wel zo'n blauw dingetje van, ga hierheen. Dus dan is het toch al vaak wel een klein stukje wijsheid om, ja, daarheen te gaan. Yep. Verder heeft de game nog heel veel secrets, allemaal troep die je mee kan nemen. De boeiman is vrij weinig. Alhoewel zag ik wel dit ding oplichten. Wat is dan over een raar stuk armor? Oh, ik plak gewoon een stuk auto op mijn rug. Vroom, vroom. Wat is dit? Oeh, waarom liggen hier medkits? Wie legt dat hier neer? Waarom hebben ze sowieso deze gigantische luchtschachten? Huh? Ik weet niet. Het past altijd precies mooi mensen in. Daar ben ik dan wel weer dol op. Waar ga ik momenteel heen? Volgens mij is dit precies de andere kant. Zeg maar, je had het hele vechten over kunnen slaan door via deze luchtschacht te gaan. Wat ik niet heb gedaan. Dankjewel. Oh, er is ook nog een trap. Hartstikke mooi, joh. Oh, ja, daar kwam ik inderdaad vandaan. Wauw, Rick. Jij zuigt in dit spel. Ja, nou en. Laat me gewoon met rust, joh. Hey. Oké. Okay. Get that lift raised. Of... Hey, dat scheelt tijd. Oh, dit is de lift. Ja, weet je, we moesten de deur open doen voor opa, voor mijn nep opa en oma. Yes. Raise checkpoint platform. Exit the tower. Dat zijn altijd de moeilijkste objectives voor mij. Ergens ingaan is heel makkelijk. Maar eruit gaan, ja, is eigenlijk bijna net zo makkelijk. Je denkt, oh, wat deed ik ook alweer? Oh ja, dat. Dan doe je dat, zeg maar, tegenovergesteld. En dan, ja, dan is het meestal gelukt. Oké, lieve mensen. Ik heb net letterlijk 10 minuten lang lopen zoeken naar, zeg maar, de manier waarop ik hier binnenkwam. Niet realiserende dat ik door een luik viel en dat ik gewoon deze kant op moet lopen. Ik ben nu wel een beetje uit mijn verhaal. Ik weet niet wat... Ik ga namelijk een heel groot deel eruit knippen. Ik weet niet wat ik wel en niet heb verteld. Ik heb net een hele speech gegeven over weerhaken. En ja, ik wil er niet weer op inhaken. Wow, dat zijn heel veel nazi's. Jezus! Double reload, bitches. Zo, hey, die zijn kapot. Ik doe het toch. Oké, weerhaken. Voor de mensen die niet weten wat weerhaken zijn. Ga een keer vissen. Stop er een in je bek. Huil voor altijd. Een weerhaken is eigenlijk een haak. Met daaraan nog een soort haak. Waardoor als hij helemaal in je zit, hij er heel kut uitgaat. Een soort eenrichtingsverkeer. En dat is belangrijk. Want de penis van de leeuw heeft dat ook. En van de wespenangels en zo en bijen hebben dat, als ze je steken, dat het ding zeg maar blijft hangen. Super handig, stukje technologie. Shoot de nazi's. Nou, je laat wel allemaal heel makkelijk lijken, of niet dan? Gelukkig heb ik deze nazi-shooter 3000 bij me. En we kunnen proberen de nazi's weer zeg maar heel subtiel dood te maken. Als er daar fans voor zijn. Ja, doe dat. Nou, dan doen we dat. We steken de nazi's in hun rug. Daar hebben ze niks van terug. Nou ja, als je dood bent kun je heel moeilijk boos worden. Op in je rug gestoken wordt. Duurt lang. Oh, kut. Dat is niet hoe je een nazi dood maakt. Nou, het werkt wel. Hartstikke mooi. Daar is nog een nazi. Hij kijkt een beetje van, oh, wat is er allemaal aan de hand? We kunnen even dit wapen pakken, gewoon omdat het sneller gaat. Oh! Enige probleem is dat nu wel het alarm afgaat. Ja, dan worden allemaal nazi's boos. Maar ik heb de mega sniper. Oké, dan. Nazi's, heb geen angst. Ik kom alleen voor jullie bloed. Ik neem het mee in een flesje. En doe het in mijn iced tea. Wow, dat is een explosie. Ik hou van explosies. Boop, no-scoped. Off-scope, no. Oh, ik ga echt bitches no-scopen nu hoor. Hotse vlotse. Doodgaan is jammer. Ik ben wel een paar keer dood gegaan. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar het is helemaal jammer als je doodgaat door een keiharde no-scope. Er zit een hondje hier. Woep. Oh, er komen echt allemaal vuurballen uit. Net zoals uit mijn penis. Ja, echt waar. Je zou waarschijnlijk niet geloven, Rick. Echt? Vuurballen? Yep. Je zou moeten zien. Nee, dat is gewoon goor. En daar is er nog eentje. Poep. Ga even dood. Kom op, man. Niet zo kinderachtig. Daar is er nog eentje. En daar... Het zijn er ook zoveel, hè. Wat hebben die mensen nou de hele tijd te doen? De nazi's hebben al de hele wereld overgenomen. Waarom heb je dan zoveel kampen en zoveel soldaten, joh? Je hebt toch gewoon gewonnen. Oh, ik hoor wel een van de heel uitgebreid alarm. En ja, ik heb toch een soort aanleg. Dat als ik een alarm hoor, dat ik denk van ja, ik ga wel een carbonaatje eten. Ik eet voor twee, jongen. Oh, fucking robots. Ik haat robots. Oh, en een nazi-officier, maar natuurlijk. En natuurlijk een spelletje spelkaarten. En ik heb wel zin in een potje patiënt, toevallig. Hey, nog een robot. Sinds wanneer weten robots hoe ze moeten vliegen? Ja, sinds de vorige aflevering of zo. Hey, Enigma-code. Ik kan zo nog een hele aflevering doorlullen over Enigma-code, als mensen dat willen. Ja, Rick, doe maar, want je hebt het momenteel maar nergens over. Goed punt. Er is een film, genaamd... Kut, ik weet de naam van de film niet meer.
The Imitation Game. Voor mij heb ik je ooit tijdens een Wolfenstein video Banjo-Town over verteld. Als je geen Banjo-Town kijkt, lekker bezig. The Imitation Game is een geniale film met Benedict Cumberbatch, bekend van zijn rol als Sherlock Holmes in de serie Sherlock. En hij is ook de stem van Smaug in The Hobbit. En in die film is hij een wiskundige man, Alan Turing, en het is een waargebeurd verhaal, deels. En de nazi's hadden een soort hele geheime manier van communiceren. Een soort hele rare typemachines en iedere dag stuurden ze met een code de lucht in. Een hele rare, hele ingewikkelde wiskundige code. En iedere dag resette die code zich. En alle nazi's konden dan hun machine opnieuw instellen. En dan hadden ze die code weer. Zelfs als de Amerikanen zo'n machine hadden onderschept, hadden ze zelf ook zo'n machine, wisten ze alsnog de instellingen niet, waardoor zelfs dan ze de nazi-berichten niet konden onderscheppen. En die film gaat eigenlijk over hoe Alan Turing, geniaal wiskundige, ervoor zorgt dat ze wel die code kunnen krijgen. De Enigma-code, de communicatie van de Duitsers. En als je weet waar en wanneer de Duitsers hun aanvallen willen doen, dan kun je daarop voorbereiden en dan kun je de Tweede Wereldoorlog winnen, jongen. Naar schatting heeft het sneller ontdekken van de Enigma-code door die gast de Tweede Wereldoorlog 2 jaar eerder geëindigd. Dat is heavy shit. Net zoals deze robots met hele mooie schoenen. Wat voor schoenmaat is dat? Hou je dat bij de schoenen reus of bij de schoenen mini? Kut. Kut. Ik wil niet dood. Laat me leven. Of je moeder. Oké, we moeten even eens kijken. Want zijn mijn deze leuke torentjes, zoals hier. Daar heb je van die machine gun dingen. Als die er af kan pakken. Ik heb er al eentje gepakt. Voor mij was het deze kant. Als we nou gewoon even naar die andere kant toe rennen. Het coole machine ding eraf pakken. Niet doodgaan. Lijkt me echt een geniaal plan. Haha. Nee, echt waar. Dat lijkt me echt een goed plan. Neem deze even mee als niemand het erg vindt. Yo, Rick. Is goed, man. YOLO. Fuck jou. Oh, dat is jammer. Even wegrennen. Oh, shit. Kak op mijn pannenkoek. Ik was in de buurt. Ik was nabij. Voor mijn gevoel ging het goed. Ik voel me vrij. Ik ben een vogel. Die ja, heel raar vliegt ook. Vogels vliegen en zo. Wat. Oh, daar heb je al zo'n gast. Hé, man. Dat is goed. Oh, jongen. Oh, kut. Ik ben dood. Er is ergens zo'n machine gun geweer die ik niet heb opgemaakt. Hoop ik. Ik weet niet welke kant het is. Ik word helemaal gek. Maar overwinning is de mijne. Kom op, oma. Ja, er komt een robot die kant. Oh, zo voorspelbaar allemaal. Het zou leuk zijn als ze gewoon een keer niet kwamen. Robot, robot. En nog een robot. Ja, ha, schoenenreus. Nee. Oh, Scapino. What? Oké, dan. We kunnen even dit torentje oplopen. Vergeet ook iedere keer welk machine pistool ding ik nou pak. Neem deze weer mee. Ja, dit is de verkeerde. Dit is telkens de verkeerde die ik pak. Wel leuk. Wel leuk geprobeerd, Rick. Ik waardeer het idee achter de strategie heel erg. Deze gast in zijn kop schieten gewoon heel vaak. En dit wapen is echt bijna leeg. Ik pak het en het is gewoon meteen leeg. Hey! Dankjewel, was gezellig. Ach, ieder zijn dingen. Kan ik hem niet gewoon doodsteken als ik gewoon heel dichtbij ben of zo? Nope, Rick, dat is niet mogelijk. Oh, ik heb wel nog heel veel kogels in dit ding. Misschien lukt het hier gewoon mee. Wel een beetje oppassen voor die explosieballetjes. Ontplof, alsjeblieft. Als ik één van die twee gasten dood heb. Hij lekt wel benzine, dat is wel een ding natuurlijk. Ik heb zelf een mooi benzine gelekt en ik leef nog. Dus we kunnen stellen, via die logica, dat als je benzine lekt, je doodgaat. Dat vind ik echt heerlijk. Dat is wat ze noemen een willekeurige correlatie, dames en heren. Mijn favoriete willekeurige correlatie blijft. Vroeger, goede oude tijd, jaren 1800, toen was er nog bijna geen global warming. Opwarming van de aarde was toen helemaal geen probleem, hè, in de jaren 1800. In de jaren 1800 waren er veel meer piraten. Dus de aarde warmt op omdat er steeds minder piraten zijn. Dat is een willekeurige correlatie. Je pakt gewoon twee dingen. Eén neemt af, ander neemt ook af. Oh, dat hoort bij elkaar. Geert Wilders krijgt steeds meer politieke macht. Ik krijg steeds minder seks. Geert Wilders heeft invloed op mijn seksleven. Dat soort dingen. Het is super grappig. Stap in, anders missen we de trein. Wow, wat ga je nou weer allemaal grapjes maken dan? Tweede Wereldoorlog grapjes zijn niet leuk, opa en oma uit Polen. Niet grappiek. Ik ga wel lekker in de kofferbak, tuurlijk. Oh, is dat gewoon een super geheime bodem in de kofferbak? Super chill. Had ik maar een super geheime bodem in mijn kofferbak. Ik heb niet eens een auto. Triest. Jij en ik op een trein naar Berlijn. Laat me van je houden, want dat vind ik heel fijn. Kopje koffie. Lekker koppie. Nazi koffie, dames en heren. Je weet wat ze zeggen. Het lijkt net op stroop. In dit filmpje in ieder geval. Zo, dat is een goed koppie Nazi koffie. Snel, nee. De straal.
Man. Kun je zo duizenden naties doodschieten, maar een normaal kopje koffie kan er niet vanaf. Skere tijden, vriend. Skere tijden. Zo lekker! Staat er wel in beeld, ja. Ik vertrouw die naties wel op hun koffie. Dit is super intens. Weet je, na al dat schieten moeten we nu gewoon een dienblad recht voor recht houden, anders gaan we dood. Dus, wie is er klaar voor wat dienbladactie? Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Wolfenstein The New Order. Doe gerust een duimpje omhoog. Of niet. Zie mij een neuk geven. Ik ga wel een neuk geven, dus doe eens een duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het kijken. Doei.